Maar we moeten hem inslaan. Roe. En zo, roe. Roe, woe, doe. Ja, dat is tof. Maar het is wel echt de opener, hè? Dus we moeten wel echt iets. Kun je dat dus even oefenen? Dus dan hebben we 1, 2, 3. Hey lieve kijkbuiskindertjes. Welkom bij Marco. Achtbaar. Dit is Hein. Hekken. Achtbaar. Goedenavond allemaal. We zijn weer in de piek in Vlissingen. Waar vandaag weer een aantal bands zullen optreden. Kids Never Lie voor het programma is nu beneden bezig. Maar we zijn nu in de kleedkamer waar de headline act. Aikis Charles even zich zit voor te bereiden voor het optreden. Hier zit toevallig bassist Joris. En ik ga hem een paar vragen stellen. Hoi Joris. Hallo. Heb jij zin in het optreden? Uiteraard. Was het een... Jullie komen volgens mij uit Meppel? Ja. Dat is voor mij best wel een ritje met de auto. Hebben jullie er lang over gedaan? Wat denk je zelf? Het is een lang ritje. Het is een lang ritje en dan vraag je hoe lang je erover gedaan hebt. Lang dus. Ik vind het wel jammer dat we zijn nu net goed op weg en nu zitten we gewoon weer op de helft. Dat vind ik gewoon zo jammer. Ik bedoel, de tijd gaat gewoon zo snel. Het lijkt alsof we nog gewoon maar 4 uur bezig zijn. Shit. Gewoon crazy. We gaan een boerwedstrijd doen. Ja. Nou! Nee, wacht even! Oh, kom nog één! Niet in mijn gezicht! Niet in mijn gezicht, dat wil ik echt niet. Niet in het gezicht! Oh, hi! We zijn weer in de piek in Vlissingen. Aikis Charles en Kiss Never Lie hebben net opgetreden. En we gaan nou even kijken. We hebben net al gevraagd hoe mensen het publiek het vonden. We gaan nou even vragen hoe de bands het zelf vonden. We zitten hier backstage met de bands. Even kijken of mijn kabel lang genoeg is. Ik ga even wat vragen aan Job van Kiss Never Lie. Mijn naam is Moe. Hoi Job. Hey Marco. Wat vond je van het optreden? Van jullie zelf dan? Van jullie? Nee, van Kids. Wat vond je van het optreden van Kids Never Lie? Van Aikis Charles. Nee. Een leuk bandje. Leuk bandje met die zangeres. We gaan even door naar Marco. Marco Muring, de drummer van Aikis Charles. Die heeft voornamelijk interviews afgenomen, maar nog niet gegeven. Dus we gaan er nu even kijken hoe het met hem gaat. Marco, mag ik jou wat vragen? At hem gewoon. Eerst even at hem. Okay. Er wordt even gehad. 1, 2, dikke borsten. Dikke borst hoor ik hier al. Echte krachttermen voor echte mannen. Goedemorgen, Charlotte. Good morning. We zijn nu in de hotelkamer in Zeeland. Zoals je kunt horen is mijn stem alvast een octaafje lager. Ik zal vast niet de enige zijn die dat heeft. We gaan zo meteen even de jongens filmen, want die slapen op de kamer onder ons. En ik denk dat zij er iets meer... Naar de klote en toen zijn nog wij. Daarna gaan we ontbijten in ons hotel Michieltje. En daarna gaan we naar de piek terug. Heet het de piek? Ja. Om onze spullen op te halen. En dan rijden we door naar Zierikzee. Waar we vanmiddag in Brogum gaan spelen. Ga nu even kijken hoe het balkonuitzicht eruit ziet. Oh, kijk. kijk. Oh. Dat is echt wel heel mooi. Gisteren hebben we daar gelopen op de dijk. Mooi uitzicht over de zee en het kanaal, of hoe het ook maar heet. We gaan nu met het busje op weg naar Zierikzee. Daar staat een tent die de afstotelijke naam Brogum heeft. Het zou vast Zeeuws zijn voor een lekkernij, dat gaan we straks vragen. Maar we moeten nou nog een stukje met het busje. Misschien hebben ze daar wel Zeeuwse meisjes, Zeeuwse bollen en zeemeeuwen, meezeeuwen. terug naar Hilversum. Jordi reed. En daarom kunnen we hem geen vragen stellen, aangezien we hem niet... Kijk, een chickie voor Jordi. Daar. Sowieso 4 jaar. Charlotte Hensen zit ook in het busje. Ze zit hier om de hoek. Charlotte, wat zijn we aan het doen? Aan het rijden. Nee, we rijden nu door het pittoreske... Oh, sorry, Vlissingen. Nou, we zijn nu bijna Vlissingen uit. We rijden nu naar Brogum, waar we vanmiddag gaan optreden in Zierikzee, is dat... Dat is dus zonde, hè? Dat is even een mooie plopkappen zijn. Die peniskeuken. Begin bij 20 euro. Dit is de kleedkamer van vanavond. Koelkast, belangrijkste natuurlijk. Met de nodige bands erop. Chocomelk, Red Bull, bier. Boeien!
cola, rosé. Speciaal voor Marco vodka, versnoeld water, fruit, broodjes, chips en Marco of the play. Wat gek. Dames en heren, welkom bij de tweede dag van onze fantastische Zeeland Tour. We zijn op dit moment in Zierikzee bij Brogum. Ze praten hier niet met zachte G. In de Zimmer hebben we niks. Zachte Z. Ik wil gewoon even zijn eigen falen bij hem zijn. Nou, weet je wat? Fuck dit echt. Wacht, ik zie zelden hoe andere mensen hun kont afvegen. Oh my god. Marco? Ja? We zijn weer op weg naar huis. Navelpluis. Gruis. Kruis? Huis. Muis. Luis. Sluis.